ik echt het allermooiste vind, waar ik heel blij van word, is gewoon als je die mensen een hele fijne, leuke dag bezorgt en die glimlach, zeg maar, aan het eind van de dag. Dat geeft mij energie en ook iedere dag weer de energie om weer aan het werk te gaan en het ook leuk te blijven vinden, zeg maar. Ja, het is eigenlijk een soort grote familie waar ik voor zorg. Ik ben een beetje de tweede moeder, zo zie ik het altijd een beetje, over al deze 8 bewoners. En ik doe huishoudelijke taken, maar ik doe ook vooral wel hun een fijne dag en een fijne thuis geven. Zoals jij je kamer wil inrichten, dat hebben we ook met de bewoners gedaan. Echt, dat moet bij hun passen, zeg maar. Dus geen enkele kamer ziet er hetzelfde uit. En dat is eigenlijk heel mooi om te zien, want je ziet ook, je leest de persoonlijkheid uit die kamers van, ja, wie slaapt hier? Je ziet hier bij een Irma, dat is een bewoner hier. Nou, dat is een wat ouder vrouwtje, maar wel heel vrolijk en gezellig. En we hebben die hele kamer is lichtblauw met allemaal vrolijke kleurtjes. En het is echt de kamer van Irma. En die persoonlijke details, dat is heel belangrijk in het Thomashuis. Ja, dat je echt een familie creëert. Ja, dankzij CE ben ik wel echt vakbekwaam geworden, merk ik. Ik heb vooral het eerste jaar heel veel verschillende soorten vakken gehad. Van ethiek tot recht, pedagogiek. En dat vond ik echt geweldig, want dan krijg je een breed begin, zeg maar. En uiteindelijk richting jaar 2-3 we kunnen specialiseren in gehandicaptenzorg. En wat ik echt het meest geleerd heb, is vooral mezelf blijven in mijn werk. Gewoon, dit ben ik. Dit doe ik en hier word ik blij van. Ja, dat heb ik het meeste meegenomen. En daarnaast nog alle methodieken die ik allemaal nu kan gebruiken. Ja. Ik vind het vooral heel erg belangrijk als het gaat om de bewoners om ze te blijven stimuleren in wat ze leuk vinden. En eigenlijk zelfs de dingen waarvan je verwacht dat ze het eigenlijk niet eens, misschien niet eens kunnen. Zeg maar. En dat vind ik juist leuk om dat dan uit te halen dat het wel kan lukken. En bijvoorbeeld, we hebben hier een bewoner, Cindy. En pas heb ik met haar voor het eerst samen de was opgevouwen. En dan kom je er eigenlijk achter dat het best wel samen goed gaat. En op die manier krijg je ook een soort van trots, zeg maar. Ja, dat vind ik wel heel erg mooi om te blijven doen en te doen. Ja.